zo waarlijk hij voor mij God aanmaakt. In het kader van de algemene vrije en geheime verkiezingen zijn voor de bemensing van de hoofdstembureaus de leden beëdigd. Deze formaliteit heeft plaatsgevonden op 3 maart 2020 in het Lalaroek gebouw. We zijn driftig bezig. Zoals u weet zijn we bezig met de training van de stembureauleden. En we hebben een ander traject gekozen, een veel ruimer traject. 3 dagen trainen, 1 dagje respons en 1 dagje toets. Daarmee zijn we nu bezig en vandaag hebben we dan de instelling van het hoofdstembureau. En natuurlijk gaat er ook een training hierbij gepaard. Is er vooraf... is er vooraf naar deze grote dag toe een gesprek geweest met degene die net een eed of een belofte hebben afgelegd? Nou, we hebben verschillende overlegmomenten gehad en het was ook heel erg intensief. En als u ook de voorzitters van de hoofdstembureaus hebt gezien, hebben ze toch wel redelijk veel ervaring op dat stuk. Anderen hebben ondersteuning gegeven in de voorgaande verkiezingsjaren, et cetera. Er waren wel gesprekken geweest en overlegmomenten. Zijn het allemaal mensen met ervaring of zijn er mensen die voor de eerste keer zo'n functie gaan bekleden? Nou, er zijn delen hebben ervaring in de zin van of de ondersteuning gegeven. Je hebt enkele die ook DC was geweest. En natuurlijk heb je, zoals ik eerder zei, de ondersteuning gegeven aan een DC ooit in een verkiezingsjaar. Welke boodschap geeft u? Nou, ze hebben een zware taak. En ik wil ze natuurlijk ook het beste toewensen naar de verkiezingen toe, 2020. Ik richt mij allereerst tot de voorzitters en leden van de hoofdstembureaus. In gevolge artikel 28 van de kiesregeling heeft u daarnet de eed of belofte afgelegd als respectievelijk voorzitters, waarnemersvoorzitters, leden en plaatsvervangende leden van de hoofdstembureaus die in verband met de verkiezingen van 25 mei aanstaande zijn ingesteld voor elk district. Overeenkomstig de wettelijke regelingen zijn er belangrijke taken en verantwoordelijkheden toebedeeld aan de hoofdstembureaus. Zo zijn de hoofdstembureaus onder andere verantwoordelijk voor verschillende verkiezingsprocedures. Vanaf de kandidaatstelling, bewilliging van gekozen kandidaten, als ook op de dag der stemming. Het hoofdstembureau vervult een cruciale rol bij de verkiezingen van de volksvertegenwoordigende organen. Alle verkiezingsprocessen moeten in goede banen geleid worden. U draagt ook de verantwoordelijkheid voor de stembureaus die in de verschillende resorten van uw kiesdistrict zullen worden opgezet. Verder bent u op de dag der stemming een belangrijk voorportaal voor het Centraal Hoofdstembureau waar het gaat om de verkiezingsresultaten van uw kiesdistrict. U bent immers verantwoordelijk voor de verwerking van de verschillende processen verbaal van de stemopneming, alvorens deze worden doorgeleid naar het Centraal Hoofdstembureau. In en rondom de gehouden verkiezingen
zeker niet alleen toezicht te houden dat het ordelijk verloopt, maar geheel de werkzaamheden die betrekking hebben op de verkiezingen. Vanaf januari is er een bepaalde hype richting de verkiezingen toe. Hoe gaat u daarmee om? Ik probeer in alle rust en objectief de werkzaamheden te verrichten. Omdat je soms ook zo emotioneel wordt als je naar omstandigheden rondom je kijkt. Maar bij deze zeg ik u inderdaad een zware taak. Maar wij hebben de verantwoordelijkheid op ons genomen om een bijdrage te leveren dat er goede verkiezingen worden afgenomen 25 mei 2020. Wanica is een vrij groot district. Wat zal er allemaal gebeuren? Hoe gaat u het allemaal in elkaar zetten? Ik mag u aangeven, met de overige actoren die mij bij zullen staan, maar ook bij deze wil ik een beroep doen op iedereen, ook de overige politieke partijen, eigenlijk ieder die nauw betrokken zal zijn binnen het verkiezingsgebeuren, om zich te houden aan de wettelijke afspraken, dan denk ik dat wij voor 25 mei een vlotte en goede verkiezing kunnen afwerken. Ik denk dat het belangrijk is om ons ervan bewust te zijn welke verantwoordelijke taak wij op ons hebben genomen. Mogen de Almachtige, de Grondwet, de kiesregeling, het kiesbesluit, het decreet politieke partijen, maar ook onze fysieke en mentale kracht, onze guidance zijn, onze begeleiding zijn om succesvol deze toets voor onze Republiek Suriname te doorstaan. Wij laten ons niet beïnvloeden door subjectieve gevoelens. De wet is daar. Bank aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Minister, dat geld nog moeite spaart, hun bijzondere inspanningen getroosten om zowel de voorbereidingen naar de dag van de stemming op 25 mei 2020 zo goed mogelijk te organiseren. Dank is groot. Wij zijn ons van bewust dat de districtscommissarissen, maar ook de voorzitters van de diverse hoofdstembureaus, nu voor twee ministeries werken. Het ministerie van regionale ontwikkeling en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ik weet niet als we meer geld gaan krijgen. Ik feliciteer u allen met deze nieuwe functie en uitdaging. Nogmaals gefeliciteerd en God zegen.